In de buurt van een nieuw zweefvliegveld bij Den Oever is het sinds de opening eind september al twee keer bijna misgegaan. Tijdens de vlucht van het zweefvliegtuig is er een bijna botsing geweest met een motorvliegtuig dat onderweg was van Texel naar Breda. Vliegtuigen hebben elkaar tot ongeveer 30 meter genaderd en dat wordt als een gevaarlijke situatie beschouwd. Het vliegveld was amper twee weken open. Kort na het incident gebeurde het weer. Op 21 oktober is een ander zweefvliegtuig van onze club eigenlijk hetzelfde overkomen. Vliegveld Noordkop is vorig jaar verhuisd naar deze nieuwe plek. Nuon had het oude veld in de Wieringermeer nodig voor windturbines. Het zweefvliegveldcentrum zit nu vlakbij de verplichte vliegroute naar Texel Airport. Wij staan nog niet op de kaart. Op de kaart van 2018 staat dit vliegveld nog niet ingetekend. En op de nieuwe kaart komt dat wel. En als een motorvlieger zijn vluchtvoorbereiding doet, dan kan hij ons dus niet vinden op de kaart. Was er op die dagen een waarschuwing vooraf gegeven aan de motorvliegers? Nee, we hebben dat pas onlangs afgesproken met de ons omringende motorvliegvelden om dat te gaan doen. Het valt die motorvliegers dus eigenlijk ook niet te verwijten dat ze jullie niet hebben gezien? Nee, dat klopt. Die motorvliegers kun je niks verwijten. Wij stonden niet in de kaart. En de hele onze maatregelen die we genomen hebben om dit soort incidenten te voorkomen, die zijn pas begin dit jaar is het allemaal begonnen. Iedere piloot die nu naar of vanaf Texel wil vliegen, zal door de Texelse havenmeester gewaarschuwd worden dat er zweefvliegers in de buurt zijn. Dan wordt ze aangeraden om de kust van het IJsselmeer te volgen. Ten tweede hebben we stripings op onze vliegtuigen aangebracht om ervoor te zorgen dat je beter zichtbaar bent in de lucht. Dus op die manier proberen we ook dat botsingsgevaar te verminderen. Nou, dat was hem.